eerder is ook een brief gericht aanstaande maand, afgelopen maandag, een brief gericht naar de griffier, mevrouw De Wint, waarbij wij hebben aangegeven de ABO-PL-fractie per onmiddellijke ingang de komende of de resterende termijn van dit parlement als onafhankelijke fractie zal opereren. En ook elke standpunt van de ABO-PL-fractie zal vanuit de ABO-PL-fractie, fractieleider, naar voren worden gebracht. En zulks hebben wij gestuurd per brief naar de griffier. En we hopen dat u dit doorgeleid naar de nodige of nodige actoren. Wat betekent dat en dat we een ABO-PL-fractie zullen hebben, een NPS-fractie, een VHP-fractie? Ik vraag dat voor verduidelijking. We hebben 5 fracties in de Nationale Assemblée. Ja, VHP als grootste, daarna NDP-fractie. We hebben ABO-PL, we hebben NPS en de BEP. Dat zijn de fracties die we hebben. Wanneer hier tot nu toe de heer Gayadin sprak, sprak hij als coalitiefractie. Wanneer de heer Gayadin straks gaat praten, wat houdt dat in? Is de coalitiefractie zonder ABOP en PL? Ik ga ervan uit, ik heb die brief nog niet gelezen, maar de fractieleider van de ABOP-PL te begrijpen dat vanaf nu ze ook, net als de NPS-fractie, onafhankelijk zal opereren van de VHP. Van de totale coalitie is. Is dat correct verwoord? Inderdaad, voorzitter, dat is correct verwoord. De ABO-PL-fractie. Kijk, we ondersteunen ten alle tijde leiders met verbindende karakters en die boven partijen staat. En uit onze overwegingen, onze evaluatie. Dus ik denk dat u duidelijk bent: de ABO-PL-fractie wordt geleid door de heer Kanapé. Heer voorzitter, maak een korte schorsing van de vergadering. Heer voorzitter, naar aanleiding van de mededeling van de fractieleider van de ABO-PL was er enige behoefte ontstaan bij de fractie van de VHP om het een en ander door te nemen. Dat is gedaan. En ik moet u aangeven dat we op lijn zijn met wat uw uitgangspunt is om zaken binnen een huishoudelijke vergadering door te nemen. En nadere inzichten en standpunten vanuit de VHP-fractie zult u dus nog vernemen. Goed, dank u wel. We gaan het bespreken in die huishoudelijke vergadering.